Hallo, lieve luisteraars van de Volgspodcast. Ja, ik hoor je denken, hey, dit klinkt anders dan anders. Dat klopt inderdaad, want we zijn niet zomaar bij ons thuis. Nee, we zijn buiten de deur. Dit is namelijk een uitzending live vanaf... het Musical Award Gala. Ja, dan ga ik even bijdraaien. Dan zit ook de kijker thuis. Ziet ook waar we echt zijn. Hier het bewijs. Hartelijk welkom allemaal. En Elinda, hoe vind jij het om hier te zijn? Ik vind het reuze spannend. We nemen jullie vandaag mee... eigenlijk achter de schermen bij het Musical Award Gala. En dat is voor ons eigenlijk een hele nieuwe gewaarwording. Want normaal gesproken zijn we hier dan als cast van een bepaalde productie. En dan sta je in de schijnwerpers en dan draait het om jou. Maar vandaag draait het niet om ons. Het draait niet om ons. Heel goed, zo gaan we het doen met deze aflevering. Ja, want het is natuurlijk ook het dat je hierheen komt met je show. Je studeert iets in, je gaat het seizoen openen of je gaat het seizoen afsluiten, waar je dan ook staat. En dan ga je natuurlijk jouw show laten zien. En nu gaan wij, wat gaan we doen? Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Wat gaan we vandaag doen? In ieder geval wat we sowieso gaan doen is, we gaan natuurlijk de musicalsterren op de rode loper gaan we interviewen. Vragen wat ze van deze avond vinden, hoe ze zich voorbereiden op hun nominaties en mogelijke wins, hè, die ze mee naar huis nemen. Stel je toch voor dat je vanavond een musical award mee naar huis zou mogen nemen. Wat zou jij als eerste zeggen? Als jij die 20 seconden krijgt onstage, Elindo, wat zou je dan zeggen? Ik denk... Dat mijn eerste woord is, ik kan het niet geloven. Zoiets. Hè? Nee. Ikke? En dus, daarna bedank je wie? Jou. Oké, okay, ja. Nou, de rest hoeft niet te weten. Goed. Maar dus ook even voor alle luisteraars die nu zitten te luisteren. Mocht je nou denken van, goh, wat allemaal een heisa en ik wil graag zien wat er allemaal gebeurt. Je kunt ook nog naar onze YouTube-pagina nu gaan en deze video bekijken. Want ja, we hebben deze hele vlog eigenlijk van wat we hier aan het doen zijn, ja, wordt ook gefilmd. Dus met andere woorden... Als je nou denkt, goh, ik vind het allemaal een beetje chaotisch klinken. Dat klopt, maar gewoon overschakelen. Ik denk dat echt, dit is nou echt het moment dat je denkt, ik heb nog nooit gekeken naar een aflevering van de Volkspot, dat altijd geluisterd. Maar ga nu maar eventjes kijken, want dit geeft een extra dimensie, extra behind the scenes, wat je wil zien backstage op het Musical Awards Gala 2024. En dan is mijn lamme arm ook niet voor niets geweest, want het is erg zwaar wat ik hier aan het dragen ben. We gaan het even overnemen. Of een wisseltje? Ja, we gaan tijdens deze aflevering regelmatig wisselen. We gaan ook eventjes hier een beetje rondlopen. We staan dus zometeen op de rode loper. En de eerste, ik zie van een afstandje al dat al de eerste gasten daar al staan. Ik hoop natuurlijk dat wij vandaag Marijke Helwegen treffen. En dat we haar even kunnen interviewen. Dat zou natuurlijk spannend... Wat zou een vraag zijn dat je haar zou willen stellen? Hoe smaken... dennenbomen. Ik had niet beter kunnen zeggen. Ja, nee. Ja, dus het is dat is sowieso wat er gaat gebeuren. Het is gewoon een andere aflevering dan anders. Dus je kunt aan onze energie horen dat wij ook een beetje chaotisch zijn en nog niet helemaal comfortabel misschien ook voelen. Nou, ik wou net gaan zeggen, ik heb best wel wat zenuwen. Terwijl afgelopen keren dat ik hier op het Musical Awards Gala mocht staan, was ik altijd excited. Van, we mogen, we gaan iets laten zien, hier leef je naartoe. Als je in een show zit, weet je ook gewoon, er zijn een aantal momenten in een jaar. Dat zijn de premières, dat zijn de Musical Awards Gala en dat zijn ook de singalongs waarvan je weet, oh, dit is leuk, want je gaat het vak vieren op de meest mogelijke mooie manier. Want je gaat ook nog eens live op tv doen. En dat is excitement. Nu? Nee, ik heb geen excitement. Ik heb spanning. Ja, het is voor ons echt een beetje een rare gewaarwording. Ook omdat je herkent heel veel mensen natuurlijk. Ja. En dan heel veel collega's. En dan sta je nu op een andere plek. En mensen denken ook waarschijnlijk, wat doe jij hier eigenlijk? Want het is natuurlijk ook onze eerste keer. Ja. Dus er zullen misschien ook mensen zijn die denken, hè, maar is Volkspot ook nu pers? Ja, Volkspot is ook pers. We zijn dus nu ook van de pers. We zijn hartstikke mobiel. We zijn vers van de pers. Maar dat is toch ook mooi dat wij... Dat heb jij natuurlijk geregeld. Dat wordt de titel van deze. We zijn vers van de pers. Dat zijn we wel, ja. Dat wil ik ook even doen. Een shout-out naar onze technicus. En dat is Elindo zelf. Dat weten veel mensen niet. Maar Elindo is degene die eigenlijk het brein is achter deze podcast ook. Die alles mogelijk maakt. Dus ik heb mijn handen vol. Ik kan niet klappen voor je. Maar één applausje voor Elindo. Dat je het mogelijk maakt. Dat we ook... Applaus. Dat jij het mogelijk maakt dat we ook op locatie kunnen staan. Dus dat wil ik eventjes benoemen. Nou, dat is heel erg lief. En dit ding is fucking zwaar. Het is echt zwaar, hè? Ja, het wordt nog een zware avond. Maar wat we wel natuurlijk gaan proberen te doen is natuurlijk de leukste momenten van deze avond te vangen vandaag. En
Misschien kunnen ook nog een paar. We hebben ook een aantal vragen van onze kijkers binnengekregen via de Instagram. Dus misschien dat we die vragen ook nog kunnen gaan beantwoorden. Ja, het wordt gewoon één grote chaotische avond, denk ik. Vol met hopelijk wel heel veel plezier en heel veel prijzen. Is er iets waar jij momenteel het meest naar uitkijkt, Diego? Oeh, naar huis gaan. Ik kan niet wachten op het pak weer uit mag. Inderdaad, dat heb je heel goed gezegd. Nee, ik ben altijd, en dat klinkt misschien heel erg cliché, maar ik ben altijd zo benieuwd naar het aanstormend talent. Want je weet toch altijd dat het aanstormend talent is gewoon veelbelovend, weet je. Je weet vaak ook al welke shows lekker lopen doordat ze wat vaker volle zalen trekken. Dus dat is meestal nooit zo'n grote verrassing. Maar aanstormend talent is toch voor mij altijd toch weer een verrassing. Wie ziet de jury als dus die aanstormend talent en van wie gaan we meer horen? Inderdaad. En ik moet zeggen dat ik persoonlijk zelf niet kan wachten tot Fayen van den Bossen Let It Go zingt vandaag. Ik denk dat ik moet huilen. Ik denk dat ik heel veel emoties ga voelen vandaag. We vliegen er gewoon in. Deze mag ook gewoon onderaan de aflevering in de show notes. We vliegen er gewoon in. Het is overigens de eerste keer volgens mij dat er een musical podcast aanwezig is. Hier bij zo'n event. Ja. Ja, dat is ook zo. Ik heb nog nooit iets van een radioachtige interview setting gehad voor musical of een podcast setting. Dus nee, je hebt helemaal gelijk. Dus we zijn echt vers van de pers. En die rode loper die stroomt langzaam vol. We hebben een spot op de rode loper, wat ontzettend leuk is, wat ontzettend fijn is. Want daardoor kunnen we al die bekende Nederlanders en musicalartiesten kunnen we gewoon mooi van de rode loper afplukken. En dan hopen dat ze ook met ons willen praten. Want het zou erg zuur zijn als niemand met ons gesprek wil. Dat kan ook nog gebeuren, hè? Dat het gewoon een hartstikke stille aflevering wordt. Dat gewoon niemand met ons wil kletsen. Dat zou zomaar kunnen gebeuren, stel je voor. Goed, wij gaan hier staan. We gaan ons voorbereiden. Het is tijd voor de rode loper van het Musical Award Gala 2024. We staan er, hoor. Kan niet wachten. Buddy, mag ik jou wat vragen? Dit is de Volkspodcast. Je zit erin! Ja. We hebben hier niemand minder op de rode loper, Buddy Vedder. Je gaat zo aankomend seizoen een fantastische rol spelen in Saturday Night Fever. Hoe zeer kijk je ernaar uit? Ja, enorm. Ik vind het ook wel spannend, eerlijk gezegd. Want Tony Monero is echt, dat is een rol die veel mannen misschien wel op een wensenlijstje hebben. Dus ik voel die verantwoordelijkheid om dat goed neer te zetten. En het is een rol waarvoor je echt moet spelen, ook echt moet kunnen dansen. Maar ja, muziek van de Bee Gees, je moet ook kunnen zingen! Maar dat kan jij toch makkelijk? Nou ja, ik heb ervoor op school gezeten. Maar het is wel. Het komt op een goed moment. Ik denk dat ik een paar jaar terug nog niet ready was voor die verantwoordelijkheid. En nu denk ik dat ik er klaar voor ben. Ik denk dat je het fantastisch gaat doen. Hoe kijk je dan naar zo'n avond als vandaag, naar de Musical Awards? Hoe belangrijk is voor jou zo'n avond als de Musical Awards? Nou, superbelangrijk. Ik zal eerlijk zeggen, ik heb mijn hele leven gedroomd van een nominatie, laat staan iets winnen. Dus dat alleen al vind ik heel bijzonder dat ik dat mag meemaken. Het is ook doodeng, want we moeten zingen vanavond. We gaan wat laten zien van Saturday Night Fever. Iedereen die in de zaal zit, weet hoe het moet. En vaak zijn ze ook nog heel erg goed. Dus dat maakt altijd soort extra spannend. Maar gisteravond kon ik niet slapen van de zenuwen. Of eigenlijk die avond daarvoor. En gisteren was de hele dag overdag zenuwachtig. En toen had ik vanochtend met mezelf afgesproken, ik wil niet meer zenuwachtig zijn. Want het levert me niks op. Dus ik probeer nu gewoon heel cool hier te staan. En gewoon alles wat ik echt voel, niet te voelen. Wat een fantastisch advies voor iedereen. Ja. Alles wat je echt voelt, voel het niet. Ja, precies. Zenuwen zijn een emotie. Kun je uitzetten. Frank van Hengel, hartstikke leuk dat je bent op de rode loper. Een keer in een andere hoedanigheid. Wat ben je aan het doen? Ik ben producent vanavond. Dus ik ben hoofd van de genoogdebalie. Oh, dus als jullie dadelijk lekker allemaal een plekje hebben. En ik ga dadelijk helpen in de zaal met het in- en uithalen van de seatfillers. Wat ontzettend leuk, want we kennen je natuurlijk van onder andere On Your Feet, waar wij collega's waren. Ja. Je hebt heel veel andere producties gedaan. Je bent natuurlijk ook nog onderdeel van de Dutch Tenors. Ook nog hartstikke on the road, geloof ik. Zeker. We hebben vorige week bekendgemaakt dat we een eigen theatertour gaan doen. Dus daar hebben we super, super veel zin in het najaar. Dus jij kunt eigenlijk alles, voor en achter de schermen. Nee, absoluut niet. Nee, maar ik kloot een beetje aan bij beide kanten. Weet je wel. Dus, Maar ik vind het ook wel heel mooi om het te laten horen, ook aan de luisteraars. Dat dus ook er artiesten zijn die zichzelf dus dubbel inzetten. Dus ook het vak leren kennen. En ik ben zelf van mening dat soms de mensen die achter de schermen gaan werken, die ook het vak hebben beoefend, dat soms beter kunnen uitoefenen. Hoe sta jij daarnaar te kijken? Ja, absoluut.
Ik bedoel, je kent het slagen en hoe heet het? Het slagen van zweep, dankjewel. Ja. En je weet ook wanneer iemand onzin uitkraamt. Weet je wel, je kent oké, iets is zwaar, dus je weet waar het vandaan komt of juist niet. Is het een valide reden die iemand opgeeft? Ik bedoel, je weet zelf hoe soms dingen in elkaar steken, van beide kanten. En het is ook heel leerzaam hoor, aan de producentenkant. Dat je vroeger dacht van, maar waarom kan dat dan niet? En dan zit je nu aan de andere kant en denk je, oh ja, nu snap ik waarom dat dus niet kan. Nou, gewoon budgettering. Of dat je denkt, ja, ik kan niet voor iedereen een hotel regelen. Kan gewoon niet, ik heb het gewoon niet. Dat zijn allemaal dingen waar wij misschien als artiest niet over nadenken. En jij natuurlijk van een ander perspectief nu wel. Ja. En dat geeft zoveel meer ruimte, denk ik. Fantastisch. Ja. Ja. Wat goed dat jullie erbij zijn eindelijk. Wij zijn er inderdaad eindelijk een keer erbij. Dus jullie mochten dan op de plek van Marijke Helweken. Marijke is hier vandaag niet. Ik ben zwaar teleurgesteld. Dat is serieus dat jullie dan op de plek van Marijke zijn. Ja, we zijn echt teleurgesteld. We hebben zelfs een plek op de vloer gekregen. Kun je het je voorstellen? Nou, chic toch? Ja, heel erg chic. We staan hiernaast niemand minder dan Dave Reinders, vaste gast van onze Volkspodcast. Hoe voel je je vandaag? Ja, wel goed. Ja, wel zin in, denk. Jullie hebben heel wat nominaties gekregen. 14, als het goed is uit mijn hoofd. Ja. Dus we gaan er sowieso 14... Nee. Ik verwacht wel dat jullie wat nominaties naar huis mogen slepen. Ik hoop het. En hoe is het voor jou, want misschien de luisteraars niet allemaal weten. Dave, je bent ook cover Jesus in Jesus Christ Superstar. Hoe is dat dan om als cover... Wij moeten eigenlijk nog een keer een aflevering echt maken over covers, alternate en zo. Dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. We hebben wel een keer besproken volgens mij hoor. Want ik luister... Laatste seizoen trouwens niet, sorry. Wat? Maar de eerste wel, sorry. Ja, maar jullie hebben dat serieus wel. Maar misschien niet heel uitgebreid. Maar meer dan zo dan benoemd van wat een altijd is en wat een cover is en wat een dingen. Ja, maar het is best een harde job. Maar ik wilde eigenlijk zeggen dat zo'n rol als Jezus natuurlijk niet voor iedereen eventjes zomaar weggelegd. En jij moet dat dan eens in de zoveel tijd eventjes zomaar doen. Hoe is dat voor jou om dat dan zeg maar... 's ochtends horen, hé, Dave, je gaat vanavond op als Jezus. Het is wel grappig, want ik had, een dag na de première, het kreeg ik er dan dus te horen dat ik dan moest spelen en ik had nog niet gerepeteerd. Dus toen had jij na de première al de eerste show? Nee, de tweede show daarna. Dit meen jij niet, zonder repetities? Zonder, ja, de repetitie. Dus heb ik 3 uur de tijd gekregen om te repeteren en zo. Maar ik heb dan zelf, dan moet ik dan wel zeggen, ik heb zelf de keuze gemaakt om te spelen. Dus ik kreeg wel echt de ruimte van... Ja, doe het of doe het niet. En toen heb ik gewoon dan gezegd, ik heb skitta, ik doe het. En toen ging ik dus ook echt best wel goed. En toen heb ik lekker gespeeld en nu speel ik ook. Zo, dus dat is wel heel leuk. Je doet alsof het niks is. Kijk, je bent druk acteur, dus zo hoort het ook. Maar is het een bepaalde druk, Jezus? Is het natuurlijk wel een van de zwaardere mannelijke hoofdrollen die je zou kunnen spelen in een musical? Nou, het is wel wat ik dan wel denk van, oh ja, de dag ervoor dan wil ik wel gewoon even goed slapen. En even zo... even van die tabletjes in en even bubbelen en zo en dat soort dingen. Maar voor de rest is het, het is ook wel heel leuk en uitdagend om zoveel van jezelf ook te vragen. Dat vind ik wel, daar ga ik wel lekker op eigenlijk. En ik sta nu te kijken naar 2 beeldschone dames hier op de Rode Loper. Ja. Niemand minder dan Nandy van Beurden en Jolijn Henneman. Hallo. Hallo. Gezellig. Welkom in onze live podcast nu. Het is niet live. Oh. Het is een soort van live op locatie. Nee, live op locatie. Vet. Jullie zijn hier vandaag natuurlijk voor de tocht. Ja. Hoe is het daar als eerste in het hoge noorden? Hebben jullie nog naar je zin? Koud. Het is koud, het waait ook hard. Maar het gaat goed, we zijn al sinds oktober aan het spelen. Dus we houden het best wel lang vol. En ondanks dat het hier buiten dooit, bij ons vriest het nog. Bam. Dat is heel erg mooi gezegd. Jullie zijn natuurlijk vandaag ook genomineerd voor de publieksprijs. Voor een grote musical. Ik dacht toen ik het zag dat ik... Oh my god, wat fantastisch. Want jullie zijn zo'n nieuwkomer. En dan zeg maar zo hoog in de ranking te komen. Is al een fantastische prestatie. Dat betekent dat jullie ook een hele grote fanbase eigenlijk hebben, toch? Mensen die naar de show komen kijken en die er dus echt van genieten. Nou ja, er zijn al ruim 200.000, 250.000 mensen komen kijken. Kijk, als die allemaal hun stem uitbrengen, dat is kat en bakje natuurlijk. Ja, maar heel Friesland. Er zijn niet heel veel mensen, maar als ze allemaal stemmen komen, dan zijn hier gewoon in de top 3. Dus dat gaat hartstikke goed. En we hebben vandaag een kijkersvraag gekregen. En de kijkersvraag voor jullie is... In welke andere musical tijdens dit seizoen zouden jullie willen spelen? Dus niet in je doet nu de tocht, maar als je een andere musical zou mogen uitkiezen die nu speelt, waar zou je graag in willen spelen? Oh. Mamma Mia?
Nee, ik zou echt graag in het ensemble willen zitten van Pretty Woman. Lijkt me vet leuk. Ik vond het echt een hele vette show. Dat snap ik. Dat lijkt me voor een maandje in ieder geval fucking vet. Heel leuk. Ik vind het echt heel goed. Ja. Oeh. Ja, ik sta nu op bevroren water, maar ik zou wel echt tot mijn knieën in het water willen staan bij Zonnig in het Zuiden. Snap ik ook wel weer. Snap ik ook wel weer. Ik ben een beetje verliefd op Limburg, dus ik denk dat daarom... Het dagboek van het Herdershond heeft jouw hart gestolen. Limburg heeft je hart gestolen. Ik wil terug naar Limburg. Dat is het gewoon. Ja. We staan hier op de Rode Loper en we hebben hier niemand minder dan Brigitte Heitzer. Wat denk je? Hoe voel je je vandaag? Ik denk dat jullie hebben al heel veel prijzen voor Mamma Mia. Als een nominatie, sorry. Ik loop al op de zaken vooruit misschien. Maar het zou ook leuk zijn als die nominaties verzilverd worden in prijzen. Hoe voel je je? Ja, dat zou leuk zijn. Zullen we het daar wou? Ja. Nee, en je moet manifesteren. Dus je moet vooral heel erg denken dat dat gaat lukken. Ik gun het ensemble heel erg. Ik gun het Caro heel erg. Heel erg. Ja. Nee, en nog iedereen natuurlijk. Het is altijd zo'n avond, Joao. Verschrikkelijk. Het is echt nerve-wracking. Echt, maar ja, goed, we slaan ons er dapper doorheen. En hoe voelt het voor jou? Ik bedoel, je staat al best wel heel veel jaar in het vak. 20! Is het 20 dit jaar? Dit jaar 20. Oh, ja. Hoe voelt dat? Ja, heel oud. Ja, echt heel oud. Ik realiseerde me dat. Dus straks, ik liep hier en ik dacht, man, dit is gewoon 20 jaar. In 2004 was ik onstage swing. Ik had geen tekst. Paul Enens heeft toen voor mij een op- en een afgang verzonnen. En ook een naam, Laura. Kan ik me nu nog herinneren, want ik bestond helemaal niet. Maar goed. En dan keek ik naar Pia en naar Stanley en Vera Mann. En dat was mijn eerste productie in Nederland. Dus 20 jaar, ja. En dan zou je dan nu de rol van Donna als een soort van hoogtepunt kunnen beschouwen? Is één van de. Ja, absoluut. Donna is zo leuk, joh. Echt waar. Ik wist dat niet. Ik dacht wel dat het leuk was, maar niet zo leuk. Het is, weet je waarom ook dat leuk is? Het is gewoon ook een mama. En ik ben ook een mama. Nee, maar echt, ik heb dat nog nooit zo kunnen spelen. Ja. Dus ik kan gewoon mijn moederhart, als ik dan naar Soraya kijk, dan hoef ik niet te spelen. Want ik vind haar gewoon, ze is echt mijn liefste toneeldochtertje. Dus ik kan dat allemaal daarin kwijt. En ik geniet daar heel erg van. Ja, het is echt absoluut één van de hoogtepunten. Nou, ik hoop echt dat jullie een prijs aan de wacht slepen. Het is jullie heel erg gegund. En je ziet er overigens beeldig uit. Echt om het door een ringetje te halen. Ja, man. Heb een hele fijne avond, dankjewel. Dankjewel. Moet ik hello en hola tegen jullie zeggen? Of kunnen jullie gewoon nog steeds Nederlands? Hoe gaat dat? Lekker Nederlands. Wij kunnen ook gewoon Nederlands praten. Gelukkig. Deze internationale sterren, Paul, Morris en natuurlijk Milan. Want Milan, jij bent nu momenteel net begonnen, als ik het goed zeg, met Le Mis. 6 weken alweer, ja. Hoe gaat het? Goed. Ik ben moe, maar het gaat heel, heel goed. Ik heb het heel erg naar mijn zin. En het is ontzettend leuke mensen. Het is een hele andere mentaliteit. Fijn om in een heel andere stad te zijn. En even niet on tour. Die mentaliteit, wil ik gelijk even weten. Wat is er dan zo anders, Nederland, Engeland? Ja, kijk, het is natuurlijk... De meeste mensen die in Londen werken, wonen niet in de stad. Dus dan, die komen echt naar de stad gereisd om hun werk te doen. Dus het is heel vaak gewoon last minute komen mensen naar binnen, doen warming up en de show in. En gaan ook meteen weer naar huis. Het is iets formeler werk. En het is eigenlijk ook wel weer... Het is ook wel eens fijn om dat mee te maken, ja. Iets minder drama, iets minder gezond. Als je in zo'n tourbus zit, jongen, wat daar niet gebeurt. Wat daar niet... Ja, dus het is heel fijn om een keer iets rustiger te hebben, ja. Gewoon in je eentje naar werk en in je eentje naar huis weer. Heerlijk, heerlijk. En als je naar huis gaat, dan ben jij daar, of niet? Wonen jullie nu samen in Engeland? Is het, wat doen jullie nu? Soms wel, soms niet. Ik ben eigenlijk meer hier in Amsterdam. En dan af en toe kan ik daarheen huppelen, dat is wel fijn. Ja, zeker, ja. Nou, we staan hier dus op de Rode Loper. Ja. En we staan hier voor de eerste keer. Maar jij staat hier nu als theaterproducent eigenlijk voor de laatste keer. Ja, dat klopt, ja. Ik vind het eigenlijk een beetje treurig. We gaan daar misschien nog een keer in een andere aflevering misschien nog wel dieper op in. Want het is een interessant verhaal. Maar jij hebt moeten besluiten om te zeggen van het is even klaar geweest. Ja. Hoe sta je hier dan vandaag? Want jullie staan wel genomineerd. Ja, een beetje dubbel. Want het voelt eigenlijk als een soort van laatste feestje. Ik heb wel besloten te stoppen. Maar ja, ik zeg tegelijkertijd ook, je weet nooit wat ooit een keer de toekomst brengt. Misschien wel Heintje Davids, misschien wel niet. Maar voor nu voelt het wel als een definitief besluit dat het gewoon klaar is. Maar daardoor ben ik eigenlijk ook wel opgelucht. Want ik heb het in januari besloten. En ja, er kan nog 200 shows staan met Willem Junior en Mees Kees. Dus ja, je kan heel langzaam gewoon afscheid nemen. En dan en we gaan lekker gewoon, ik blijf in het vak, gewoon casting doen en op achtergrond actief. Dus het is niet dat ik helemaal weg ben, maar wel producerend. Ik sta hier naast deze goddess.
Het is, ja, als je naar deze podcast luistert, dan kun je het helaas niet zien. Dan zou ik zeggen, ga even naar YouTube. Alleen maar om dit beeld even te zien. Carolina Dijkhuis, wat zie je er prachtig uit. Je bent genomineerd. Ik weet eigenlijk, ik heb misschien niet helemaal mijn huiswerk goed gedaan, maar hoeveelste nominatie is het voor jou? Mijn tweede. Is het nog maar je tweede? Maar ik heb hem nog niet. Dus ik hoop hem vanavond gewoon... Oh! Het zou toch fantastisch zijn als je hem nu gewoon zou herkrijgen? Ik hoop het. Ik hoop het zo. Maar ik ben wel in een jongens, een zwaargewichte categorie weer genomineerd. En dat is ook een compliment. Maar ik zou het wel heel leuk vinden als ik hem mee mag nemen vanavond. Ja. En hoe voelt het dan? Want ik bedoel, je zit al enige tijd in het vak, om maar zo te zeggen. Hè? Ouder. Hoe voelt het dan om zeker in zo'n voorstelling als Mamma Mia met zo'n veel jonge mensen ook samen te werken? Ja, dat is heel leuk. Ik schrok een beetje toen ik terugkwam, want ik ben 7 jaar eruit geweest. Toen was iedereen 20 jaar jonger dan ik. Dat was confronterend, kan ik je wel vertellen. Maar als ik zie de werkethiek van ons ensemble, hoe ze ervoor gaan, hun spirit. Ja, dan kunnen wij oudjes alleen maar... Ik leun daarop, hoor. Ik haal daar elke dag gewoon mijn energy drive en boost vandaan, ja. Ja, ik moet heerlijk zeggen dat ik altijd heel erg geniet van jouw video's op Instagram, TikTok. Ik heb het gevoel dat je ook echt wel een beetje one of the young ones bent eigenlijk, hoor. Ja, maar toch niet. Nee, en de make-up denk je misschien, ze heeft geen rimpeltjes, maar zonder... Ja, nee, ik ben net 44 geworden. Dus je bent zo jong als je je voelt. En volgens mij voel jij je nog heel jong. Ik voel me echt heel jong. En ik denk ook, ik had het met Brie laatst over van... Wij spelen natuurlijk pretend. Wij doen alsof wij iemand anders zijn. Wij verkleden ons elke dag voor ons vak. Ik denk ook dat dit vak je echt jong houdt. Dus 100%. Daar ga ik gewoon heel hard op. Ja. Is er ook een vriendschap geboren tussen jou en Brigitte? Want ik hoorde net jullie hele mooie woorden over elkaar uitspreken. Zij is wel speciaal voor mij. En ik ken haar al heel lang, maar ik had nog nooit met haar gewerkt. Zij is ook echt de reden dat ik Mamma Mia wilde doen. Omdat ik hoorde dat zij Donna zou zijn. En toen dacht ik, ja, dat geloof ik meteen. Ja, het is heel fijn om mensen op latere leeftijd, soort van, ik ken haar al zo lang, maar nu leer ik haar kennen. En dat is gewoon, ja, het is fantastisch. En ik sta elke dag naast haar en ik geniet gewoon van haar vakmanschap. Want die vrouw, chef's kiss. Heb je er zin in vanavond? Zeker. Het is de eerste keer dat ik daarbij ben, want de vorige keren kon ik niet. Ik wou zeggen, waar was je de andere keren dan? De eerste keer was ik gewoon moeder overstaan het spelen, want dan moesten we spelen. En vorig jaar zat ik geloof ik in een opera. Nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dus toen had ik geen tijd. Maar nu hadden we vandaag vrij, dus we hebben de hele dag lekker getut. En ik heb een nieuw torsje gehaald, dat het een beetje blinkt. En nou ja, gewoon voor de gezelligheid. En we gaan vanavond naar al die heerlijke artiesten luisteren. Leuk. Waar kijk je het meest naar uit? Nou, ik zag al de aankondiging voor Elisabeth met Pia Douwes. Met die nieuwe mevrouw Danique. En daar zit William Spy in. En dat, nou ja, dat is jouw lievelingsmusical, hè, Elisabeth? En waarom is Elisabeth uw lievelingsmusical? Sorry? Waarom is het lievelingsmusical? Prachtige muziek en Pia is geweldig. Pia is absoluut geweldig in die rol. Is het ook een productie voor jou? Wat zegt u? Is het misschien ook een productie voor jou? Misschien? Ja, om te zingen? Ja. Nou, ik zie er toch niet uit als Sissy. Die was zo dun. Die had anorexia, hoor. En dan moet je wel heel goed acteren, wil je dat weg kunnen spelen. Maar de stem heb je in ieder geval. Ja, maar ook niet die hele hoge noot, hoor. Ik word oud. Dat is okay. Wat is je bereik? Tot een hoge C. Nou, kijk. Oh, die zit er geloof ik wel in. Maar dan moet ik echt mijn best doen. Ja. Hoge C is voldoende voor Elisabeth. Nee, van mij. Nou, gezellig, gezellig. Ik ben nu heel blij, want dames en heren, een van mijn betere vrienden staat hier op de rode loper beeldig te wezen. En ik denk dat ik er wel eventjes mag van de rode loper af mag trekken. want we hebben hier op de rode loper niemand minder dan Marie Verhulst. Marie, mag ik even zeggen, jij ziet er echt fenomenaal uit. Ik zal even zeggen, het is heel gevaarlijk. Want ik heb in elke voet een ligament gescheurd. Deze schoenen zijn niet goed. Dus... Dit meen jij niet? Ja, jawel. Dus ik ben heel voorzichtig en ik probeer gewoon zo snel mogelijk de plek naar mijn zitplaats te vinden. Dat is het plan. Wat misschien heel veel mensen niet weten, is dat Marie altijd heel veel tijd en
detail steekt in haar outfits. In al haar outfits. En ja, ik veronderstel dat dit iets met de biggen te maken heeft, of niet? Ja, ik ben wel in het roze voor de biggen. Dat dacht ik al wel. Je ziet er echt prachtig uit. Jullie zijn genomineerd vandaag voor de beste, ik wilde zeggen van allerlei namen, maar voor de Eventim beste... Family Musical. Inderdaad. De publieksprijs. Als ik een wetje zou mogen leggen, denk ik dat jullie hem wel mee naar huis mogen nemen. Maar je weet maar nooit. Hoe is het om zo'n publieksprijs om zo'n nominatie te krijgen? Weet je, een prijs van een jury die beslist is heel leuk. Maar een prijs waarbij het publiek mag beslissen vind ik eigenlijk nog extra leuk. Want dat zijn de mensen die zijn komen kijken, die tijd genomen hebben om echt op ons te stemmen. Dus als we dit mogen winnen, ja, dat zou ik wel heel bijzonder vinden. Plus, dat zou de eerste keer zijn dat we een prijs winnen in Nederland. En dat is ook wel heel cool. De Drie Biggetjes, het is natuurlijk een beetje een soort van cult musical, zeker voor onze generatie. Marie en ik hebben natuurlijk samengewerkt en we hebben altijd gezegd, wij moeten in de biggen. Als de biggen ooit terugkomen, we moeten in de biggen. Het is mij helaas niet gelukt. Nee, omdat jij nu een musicalster bent in Duitsland. Ik wilde niet op de details ingaan, maar inderdaad, ik kon niet. Maar jij staat er wel in een rol waarvan je al heel lang droomde. Hoe is dat om die droom in vervulling te hebben laten gaan? Ja, mensen die mij kennen, die weten dat ik lichtjes geobsedeerd was. Ik was letterlijk al 20 jaar de musical aan het bestuderen voor stel dat hij ooit zou terugkomen. En het voelt echt heel bijzonder. Ik heb elke dag zo'n besefmoment van wauw, ik leef echt mijn droom. En dat is bijzonder. En hoe is het nou, want je hebt natuurlijk ook nog gewoon Samson en Marie. Dat is best druk om te combineren, denk ik. Ja, we spelen in de weekends biggen en de dag nadien zat ik in de studio om nummers voor Samson in te zingen. Dus dat is best pittig. Maar de combinatie vind ik wel heel leuk. En ik vind het ook wel belangrijk dat Samson niet op de achterbank verdwijnt, omdat ik bezig ben met de Drie Biggetjes. Dus de combinatie is zwaar, maar wel wat ik zelf heel graag wou. En ik denk dat jij daar een hele grote verantwoordelijkheid voor neemt om ervoor te zorgen dat zowel het hondje als het biggetje genoeg aandacht krijgt. Rusten doen we wel op een ander moment. Nou, vandaag hebben ze natuurlijk awards aan het uitreiken. Als jij een award zou mogen uitreiken voor allerbeste musical nummer aller tijden, welk nummer zou het zijn? Oh my god, weet je wie ik daar net heb ontmoet? Pia! Oh my god. Ik was helemaal... Ik vertelde aan Noor-Laila, die speelt bij ons mama. Hey Noor! Ik vertelde aan Noor-Laila, ik heb eigenlijk maar één grote idool en dat is Pia. En zij zegt, ik ken haar, ik kan je voorstellen. Ik was helemaal gegeneerd, maar ik heb haar dus daarnet ontmoet. En is je antwoord dan dus eigenlijk ook mijn leven is van mij? Ja, alles. Weet van me zingen? Nee. Zij is hier. Oké, snap ik. The pressure is too high. The pressure is too high. Noor, ik neem jij er ook meteen eventjes bij. Hoe gaat het met je? Oh, ik ben zo gelukkig. Volgens mij ben je echt heel erg gelukkig, hè? Het is echt niet gespeeld ook, hè? Het is gewoon echt. Wij hebben zoveel lol. Wij delen ook altijd een kleedkamer. Ja. En dan zie ik Noor-Laila helemaal mediteren. En dan word ik zelf ook bijna rustig. Het is een droom om met Noor-Laila samen Soms zit ik met werken. Zo'n koptelefoon aan de... Maar hoe voel jij je? Want ik bedoel, naar zoveel gigantische shows hebben gedaan en dan in deze fantastische productie te staan. Hoe is dit nou tussen al deze fantastische, getalenteerde mensen? Nou, voor mijn gevoel, weet je, op een gegeven moment zit je heel lang in het vak en dan heb je eigenlijk alles al een beetje aangeraakt. En denk je, klaar, ik ga taarten bakken. Maar ik ben weer aan. En dan kom je bij ons terug. Ja, het vuurtje is er weer helemaal aan. Het vuurtje is aan en ik speel. En we hebben heel veel shows gedaan. En ik had dus pas bij de laatste paar shows dacht ik... Oh, ik speel weer. Ik durf weer dingen uit te zoeken en te spelen. En ja, ik ben zielsgelukkig. Wij zijn ook niet de typische musical cast natuurlijk. Het is de eerste musical voor K3. Het is mijn eerste musical. Soms zijn we een beetje een zootje ongeregeld. Maar dat maakt het ook wel weer juist heel erg leuk. Maar wel super strak, hè? Schat, van harte gefeliciteerd. Hoe voel je je? Ja, fantastisch. Het is echt een enorme eer. Ik ben echt aan het genieten van dit evenement. Ik zie het ook aan je. Je straalt. Ik zie gewoon dat je op je gemak bent. Ook al is het misschien een heel groot circus. Voelt het als een circus eigenlijk? Het voelt altijd als een circus. Nee. Is ons vak een circus? Ons vak is een circus. Nee, het is leuk. Mijn familie is erbij. Dus dat is fijn. En joh, het gaat me helemaal niet om het winnen. Oprecht niet. Ik vind het al zo leuk om mee te maken. Dus ik ben hartstikke blij. Ja, en natuurlijk, die nominatie zegt al voldoende. Dat jij dus gewoon... in je kracht staat, op jouw plek en op je positie als dus Vivian. Ik heb je mogen zien. Wat is voor jou in de show het meest waar jij kunt genieten? Nou, wat ik zo mooi vind aan Vivian is dat ze...
Je moet al bijna. Blijkbaar. Nee, wat ik heel mooi vind aan Vivian is dat ze maakt eigenlijk zoveel verschillende... Ze gaat door verschillende emoties heen. En dat vind ik heel mooi om te spelen. Je zou kunnen denken, sommige rollen zijn wat oppervlakkiger. Of gaan vooral door heel veel pijn of heel veel humor heen. En zij gaat overal doorheen. En ik vind het dan vooral ook heel leuk om de humor te spelen. En dat een hele zaal om je lacht. Dat is heel leuk. Ja, daar ben ik heel blij om dat jij nu al zo staat, want dat is wel hoe Shanna is. We staan hier op de rode loper met Django McCroy, onze Jesus van 2024. Jullie toeren nog een tijdje, maar hoe heb je dit musicalavontuur van jou tot nu toe ervaren? Het is echt een droom die uitkomt. Ik wil al echt al sinds een kleine jongen ben in musicals spelen en dit is mijn eerste rol. En dat had echt niet beter kunnen uitpakken. En wat voor één ook, dus niet zeg maar de minste. Nee, precies. Maar echt vanuit, het is één van die dingen die vanaf het begin al goed voelde. En het is echt een heel fijn team eromheen. Ik heb hele fijne castleden. En ik ben elke avond als we in het theater gaan, ben ik toch weer dankbaar dat ik het mag doen. En dat we voor volle zalen staan en dat mensen geraakt zijn. Ja, het is echt een cadeautje. En dan ben je dus ook nog als kers op de taart bij je eerste musicalrol eventjes genomineerd. Ja, dat is echt niet normaal toch? Ik weet niet, het was al eigenlijk echt super mooi en dit is echt een kers op de taart. Het is heel mooi om erkend te worden. Ik ben echt uit mijn comfortzone gestapt, maar wel iets gaan doen waar ik echt al jarenlang van droomde. Met mensen die een vak beoefenen waar ik echt heel veel bewondering voor had. En nu ik het zelf mag doen, ja, dat is echt... Het is echt fantastisch. Smaakt het naar meer? Ja, het smaakt zeker naar meer. Dus ik weet niet wat er op mijn pad gaat komen. Maar het moet goed bij me passen natuurlijk. Maar ja, zeker. Ik zal dit wel... Ik hoop dat het niet de laatste keer is. Sorry, wij zijn natuurlijk met de musical podcast. Ja. En wij zijn natuurlijk hartstikke benieuwd, Albert. Jij komt iedere keer toch weer als een verrassing om de hoek met die nieuwe titels, die nieuwe productie. Zijn we al wat blij mee. Maar waar kies jij je titels op uit? Leg het ons eens even uit. Of ik een gevoel bij heb, of ik het idee heb dat ik iets kan toevoegen aan wat er al is. Dus met Jesus Christ door met een hele frisse eigentijdse vers te gaan. Met Elisabeth door het empowerment, het vrouwelijk empowerment te gaan. Ik zoek gewoon een thema wat aansluit bij deze tijd. En als ik daarop aansla, dan ga ik. Als ik dat niet voel, doe ik het echt niet. Dus jij gaat gewoon echt op je gevoel af. Ja. Ik denk dat je gevoel ook goed zit, want ik heb natuurlijk al wat mensen hier gesproken. En iedereen kijkt uit... naar Elisabeth. Dus ik denk dat je goed zit. Dat je gevoel weer goed zit. Blijf het volgen. Waar kijk jij vanavond het meest naar uit? Nou, ik kijk eigenlijk gewoon uit naar het feit dat dit een prachtige avond voor ons prachtige vak is. We vieren het musical vak waar gewoon 1,5 miljoen mensen ieder jaar naartoe gaat. En het feit dat hier al die mensen mooi aangekleed lopen, dat we op tv live kunnen laten zien wat we in huis hebben, daar verheug ik me op. Gewoon een statement maken. Wij zijn musical en daar zijn we trots op. Hey, en fijn dat jij hier ook bent. Want ja, jij zit natuurlijk, bent ooit het musicalvak ingerold tijdens Mamma Mia. We spreken natuurlijk met Kai van der Voort. Sorry, ja, we zijn natuurlijk een podcast. Dus... Oh ja, hoi. Hi. Ja, hi. We hebben kijkers, maar we hebben ook gewoon luisteraars. Kai van der Voort. Maar jij blijft even hangen in Mamma Mia. Vertel eens. Ik kon het niet loslaten. Nee? Nee. Nee, ja, ik mag het wederom gaan doen, maar nu een ander verhaal. Ik speel in Mamma Mia The Party vanaf september. En ja, de liedjes blijven hetzelfde, alleen het verhaal is aangepast. Ga je Nederlands zingen of Engels? Engels. Oh, ja, vind ik heel fijn. Vind ik heel fijn. Ja, dat snap ik. De rol gaat ook een beetje anders zijn, begreep ik, of niet? Dus je hebt iets meer scènes, iets meer dan in de musical? Klopt. Ja, je kan het... Je had natuurlijk de film en de musical die we kennen is gebaseerd op de film. En nu is het verhaal dat iemand die destijds heeft meegeholpen aan de film, begin 2000, die is blijven hangen op dat eiland. Die is verliefd geworden op een Griek met een Griekse taverna. En daar speelt het verhaal zich nu helemaal in af. En ik ga daar dan naartoe, want het is toevallig mijn tante. En er gebeurt dan weer wat op liefdesgebied met een meisje die ik daar ontmoet. Dus je hebt genoeg om te spelen daar? Ja, ik heb wel echt een mooie rol. Ik ben er heel blij mee. Okay. Wanneer ga je beginnen? Eind september. Ja, nu moet ik de première datum weten, maar die weet ik niet aan mijn hoofd. Maar ergens eind september. Als je weet, laat ons weten, wij komen kijken. Vind ik leuk. Heel graag. Veel plezier vanavond. Geniet ervan. Fijne avond. Doei, hè? Ik sta hier op de rode loper met een... heerlijke vriendin van mij. We go way back. 2018, de Color Purple. Dames en heren, Janine Laroos. Janine, je bent deze keer genomineerd voor de tweede keer. Bij de Color Purple was je genomineerd en toen won je hem. En nu ben je weer genomineerd met Bonnie. Hoe voel jij je? Ik ben gewoon in de gloria. Ik zweef, ik vlieg, ik ben dankbaar, ik ben blij, ik ben hysterisch. Alles door elkaar! Heerlijk. Ja, het is een feest.
En zeker om erkend te worden met zulke belangrijke verhalen. Nou, dat vind ik het knappe eigenlijk. Zowel de Color Purple had een belangrijk verhaal, maar Boney eigenlijk misschien nog wel meer. Omdat het natuurlijk een Nederlandse musical is. En het gaat over jouw geschiedenis, over jouw land, ja. Suriname. Dan sta je hier toch met een leuk gevoel, maar ook met een soort van strijdvaardig gevoel, denk ik, toch? Ja, omdat Boney natuurlijk een vrijheidsstrijder was. En eigenlijk zijn we nog steeds aan het strijden. En dat wij gewoon met deze groep mensen het Surinaamse verhaal vertellen, wat ook een Nederlands verhaal is, uiteindelijk. Mm-hmm. En daarmee ook in Carré zijn geëindigd. De plek waar natuurlijk gefund is door het verleden. En dat voelt zo, zo, zo fantastisch. Alsof alles een plek mag krijgen. En dan erkend worden met 9 nominaties. Nou, dat vind ik gewoon waanzinnig. Dat is echt waanzinnig. Daarnaast ga jij persoonlijk ook nog goed. Want er is nu bekendgemaakt dat jij in Mamma Mia! The Party gaat meedoen. The Party als Debbie. Oeh, zo gezellig. Ik was in Engeland. Ik heb die zo gezien. Die vrouw is zo grappig. Ik had echt zo much fun. En je toert ook met je eigen theater. Een solo voorstelling. Ja. Genoeg. En dat gaat over dat wij als mens ons vaak niet goed genoeg vinden. En de effecten van het verleden, wat dat nu op ons heeft. En hoe we dat los moeten laten. Dus je denkt van, verdorie, het is nu gewoon genoeg geweest. En het is gezellig. Dus we lachen, we zingen een beetje, we praten tori. Het is gewoon een feest, dus jullie moeten allemaal komen kijken. Er is niemand in de wereld zo gezellig als Janine. En ik vind het een heerlijkheid dat je hier vanavond weer bent, dat je genomineerd bent. Ik hoop dat je mee naar huis neemt. Ik gun je de hele wereld. Dikke tieten lobby. En tot snel. I love you. Ik sta hier naast mijn vriendjes eigenlijk gewoon. Ik wilde zeggen collega's uit Duitsland, maar het zijn gewoon mijn vrienden. Wat zeg ik nou? Olivier Fijkens en Willemijn Maandag hier op de Rode Loper of Music Award Gala. Hoe voelen jullie je? Jullie zijn niet hier voor een show eigenlijk. Jawel, voor... Sorry. Ik rectificeer me meteen. Olivier, je bent natuurlijk genomineerd bij Pretty Woman. Hoe voel je je? Helemaal spannend. Nee, ik heb er heel veel zin in. Wordt een leuke avond, denk ik. Dus dat is het best. Hoe voel jij je? Excited. Het is altijd leuk toch, een musical award gala? Zeker. Veel bekende gezichten. Iedereen aanmoedigen. Ja, dat is heel leuk. Voelt dat dan ook echt zo als je zeg maar niet zelf in de productie nu even staat en niet genomineerd bent, dat je echt hier bent om even je collega's aan te moedigen en het vak te vieren? Zo voel ik dat wel heel erg, ja. Ja. Ik vind het ook wel heel fijn, want dan heb ik helemaal geen spanning. Ik ben er vooral om aan te moedigen. Nou, Olivier, je bent nu aan het repeteren voor Frozen in Nederland. Je hebt een nieuwe Elsa gekregen van Jan van der Bos. Die gaat vandaag wel optreden. Hoe voel je? Wat denk je dat we gaan meemaken? Ik denk dat iedereen omver geblazen wordt. We hebben het al een klein stukje gezien en het is echt fantastisch. En het is wel heel leuk om te vertellen. We hebben vanmiddag met de hele groep een aanmoedigingsfilmpje gemaakt. Dus ze heeft onze steun in ieder geval. We zijn April Darby, onze nieuwe Dolores. Het is live, maar niet uit. Dat is helemaal goed. Onze gloednieuwe Dolores. Wat zie je er beeldig uit? Wacht. Ik ga gewoon zo. Alles is on the roll. Ik loop gewoon met je mee. Maar je gaat hier vandaag voor de eerste keer optreden nu. Hoe voel je? Ja, ik vind het wel heel spannend, maar wel heel leuk. Ja, je gaat dit rocken natuurlijk. Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja, dat wordt echt leuk. Het wordt een feestje. De situatie is inmiddels als volgt dat wij hier de uitzending live aan het kijken zijn. We zijn namelijk pers, dus dat betekent dat wij niet in de zaal zitten nu. Want wij moeten natuurlijk zodra de winnaars bekend zijn even wat vragen stellen. Maar we zitten wel op rij 1 hier. We zitten wel echt hier op de trap, op rij 1. En het is net begonnen. Diego is al aan het genieten, zie ik. Mm-hmm, dit is mijn show. Waarom heb je niet geauditeerd? 3 jaar geleden. Oh ja, was je aangenomen? Zeker. Maar nu niet meer. Toen was de show gecanceld. Oh ja, corona. Yes, Gina. Oké, goed. We gaan wachten tot de winnaars zo meteen uit de zaal komen. En dan gaan we een paar vragen stellen nog. Mag ik je ook iets vragen nog? Mag ik jou even knuffelen? Ja. We gaan niet heel erg officieel doen. Maar voor onze volgspodcast. De winnaar van Beste Mannelijke Bijrol, Edwin Jonker, hoe voel je je? Ja, het is te gek. Het is overweldigend. Ik werd zo zenuwachtig in één keer. Echt waar? Ja, in één keer. Ja, ineens. Ik was de hele dag niet zenuwachtig. Ik dacht, ik zie het wel. Ik gun het Sjoel ook heel erg. Alleen, ja, toen het eenmaal begon, toen steeg het wel naar mijn kop. En als je naam hoort, ja, dan ja, is het te gek. Hoe is deze voorstelling voor jou? Ik had het toevallig met soms heb je een voorstelling, dan komt alles samen.
de muziek, het acteren, de visie van Ivo. Ja, en ik voel me als een vis in het water. En we gaan tot november door. En ja, wat mij betreft mis ik geen één voorstelling. Je hebt hem dik en dik, dik verdiend. Geniet ervan, man. Dankjewel. Echt waar. Dankjewel. Echt waar. Gefeliciteerd, ja, winnaar van de Aanstormend Talent Musical Award. Wat gaat er door je heen? Klinkt het raar? Ja, het klinkt raar, ja. Wat klinkt het zo raar? Nou, ik had het gewoon... Ja, dat is natuurlijk zo heel cliché om te zeggen, denk ik. Maar ik had het gewoon echt niet verwacht. Gewoon echt niet. Echt niet. maar echt niet. Ik meen het. Je wil even benadrukken. Ja. En toch is het zo. Ja. Wat gaat er nu door je heen? Ja, heel veel blijdschap. Niet per se alleen voor mezelf, maar gewoon voor, nogmaals, echt voor Melk. Want het is nu al, weet ik veel, de vierde musical award voor Melk. Dus het is gewoon fantastisch dat we als kleine musical en ook wel, denk een risicovol verhaal of zo. Echt een nieuw verhaal, best wel rauw en ja, over moederschap. Je denkt maar, oké, gaan we maar doen. En dat het dan zo erkend wordt en ja... Dit, ja. Ja, fantastisch. Dus eigenlijk is het gewoon tijd voor een reprise voor Melk. Begrijp ik het goed? Ja, count me in. Ja, dat lijkt me echt geweldig. Ja, ben je erbij? Ben je nog beschikbaar als je agenda leeg? Ja, helemaal. Okay, perfect. Bij deze, Lisa is beschikbaar voor een volgend seizoen Melk. Van harte gefeliciteerd. Ja, geniet ervan. Thanks. Ga ik doen. De winnaar van beste mannelijke hoofdrol in een kleine musical, Laus. Hoe voel je je? Ja, super happy. Super. Super. Het is niet je eerste award. Nee, dit is, ja, het is echt eigenlijk schandalig naar alle nog genomineerden toe. Ik ben 3 keer genomineerd en ik neem hem 3 keer mee naar huis. Ja, dat zegt echt iets over jou. Ik weet niet, ze pikken de goede momenten om mij te nomineren en dan mag ik hem ook meteen meenemen. Ja, je staat gewoon in goede producties, dat is misschien ook uiteindelijk, je bent gewoon goed gecast. Het waren geen verkeerde producties, nee dat zeg ik met een eerlijk gevoel. En vooral deze laatste. Die gaat me heel erg aan het hart. En het is een mooie, mooie productie geworden. Heel mooi door Daniel Cohen geschreven. Mooie muziek van Jan Groenteman. Een prachtige cast en een heel, heel goed ensemble. En wij hebben enorm veel plezier met elkaar gehad om dit te maken. En heel hard gewerkt en geschaafd. Die kans kregen we ook met een jaar en dan nog weer eens terug en nog weer even. En uiteindelijk resulteert dat dan in... In mooie prijzen. In waardering, ja, ja. Winnares van beste vrouwelijke hoofdrol voor een kleine musical, Suzanne Segers, van harte gefeliciteerd. Dank je. Ik zie tranen van geluk, denk ik. Ja. Ook een opluchting? Nee, geluk. Nee. Ik wist, opluchting, nee, het is te gek. Ja, je spanning zit sowieso een beetje hier, dus altijd. Maar van geluk, ja. Heel goed. En de rol Pia is natuurlijk is zwaar, maar wat maakt het voor jou zo zwaar? Dat was niet de voorstelling, dat was niet de intensiteit van wat ik moest doen, maar de kilometers die ik moest rijden. Oh, wat een eerlijk antwoord. Ja, tuurlijk. Ja? Dat was het. Tuurlijk was het zwaar. En vocaal was het nou, jawel. Want zij had reuma en op een gegeven moment, ik zat in een kramp. Dus dit hele stuk, ook inclusief mijn stem, halsspieren, dit, zat allemaal in een kramp, zeg maar. En daardoor, tegen het einde van de tour, dit zat helemaal vast. Wat ik er ook aan deed, dat zat vast. Dus mijn stem, die werd korter ook daardoor, die spier trekt aan. Dus mijn stem is ook lager geworden. Was goed voor deze rol, maar ik moet weer terugtrainen. Omdat je in een heel ander, je zingt in een ander register dan dat ik normaal doe. En door de kracht van de spieren die overal aan trokken. En ik merk nog steeds, dit zit nog steeds niet helemaal lekker. Dus fysiek. Dus je hebt echt alles gegeven voor deze award. Dus dat heb je keihard verdiend. Ja, dank je. Dat is ook een klein beetje voor je fysio misschien en voor je vocal coach nog. Ja. Even alles losmaken. Alles losmaken, ja. Nou, ga ervan genieten en ga even lekker naar de fysio. Ja, ga ik doen. Fijne avond. Dankjewel. Winnaar van, het is een sterrenregen voor Melk. Dus deze heb je nu gewonnen voor beste kleine musical. Ja. Mijn beste oorspronkelijke musical hebben jullie ook al in de wacht gesleept. Ja. Hoe voel jij je? Nou zo, ja. Heel blij. Ja, echt heel blij. Ja, je had waarschijnlijk ook gehoopt dat je het ergens ook verwacht. Want je stond echt tussen giganten van producties natuurlijk. Nee, ik had het niet verwacht. Ik had dit echt niet verwacht. Ik heb het wel heel erg gehoopt natuurlijk, maar niet verwacht. Niet. Nou ja, goed. Ik vind het fantastisch dat de jury jullie eigenlijk de waardering uiten over om zo'n prachtige nieuwe productie, die een beetje rauwig is, die niet helemaal misschien binnen de musical lijntjes, de conventionele musical lijntjes past, dat doet. Maar ik wil jij eigenlijk ook persoonlijk een compliment geven, omdat ik het zo knap vind hoe jij nieuwe talenten een podium geeft binnen eigenlijk al jouw producties die je maakt. En
die worden natuurlijk ook hiermee allemaal een soort van beloond. Hoe kijk je daarnaar uit? Wat is jouw achtergrond, zeg maar, daarbij? Oh, ja, fijn, dankjewel. Een heel mooi compliment, dankjewel. Ja, ik heb heel lang ben ik artistiek leider geweest van de kunstvakopleiding. Dus daar heb ik al die talent, daar is mijn passie ook voor begonnen. Mee begonnen voor die talenten en dat ik zag. Maar zij kunnen soms veel meer dan alleen uitvoeren. Dan bedoel ik niet dat alleen uitvoeren niet goed is, hè. Maar ik dacht, maar die kunnen nergens terecht. Hoe dan? Ja, en dan uiteindelijk denken, dan moet ik dus zelf iets gaan doen om hun ruimte te geven, om dat te kunnen doen. En daar heb ik Charlotte en zo, die heb ik natuurlijk allemaal daaruit meegenomen. Ja, dus daar eigenlijk mijn docentenhart wat klopt. En dat heeft gewerkt, want kijk wat voor waardering je ervoor hebt gekregen vandaag. Dus ik vind het alleen maar een extra duwtje voor ook nog andere producenten om juist ook die nieuwe talenten in alle facetten, niet alleen maar uitvoerend, maar juist ook artistiek en op de achtergrond om die daar ook kansen te geven. Want dat vind ik gewoon fantastisch. Dus dat wilde ik je nog even extra meegeven. Geniet van deze prijs, zun, moet ik zeggen. Laat het nog even bezinken en ik kan niet wachten tot de volgende productie. Dankjewel, heel erg bedankt. Je hoort nu dus op de achtergrond ook ondertussen dat Jesus Christ Superstar is begonnen met het optreden. Elinda was net even in een interview, dus we konden even niet filmen. Maar letterlijk, ik denk anderhalf minuut voordat zij begonnen met hun optreden, is hij de halve cast voorbij gerend. Ensemble waarschijnlijk stond al in de coulissen klaar, want ze wisten dat ze dat moesten gaan doen. Maar er zaten een hele hoop genomineerden nog in de zaal. Om maar even aan te geven hoe hectisch het dus is hier backstage. Dat er dus letterlijk gewoon anderhalf minuut voor aanvang dat je je performance moet gaan doen. Je gewoon voorbij moet rennen en je nog moet omkleden. Want mensen zaten natuurlijk allemaal in een mooie pakkie. Dat is nu allemaal niet. Dus je had erbij moeten zijn, jongens. Sensatie, stress. Maar om aan te geven ook hoe knap het is dat deze mensen nu gewoon hun long uit de lijf zitten zingen. Terwijl ze net een sprintje hebben getrokken. Vandaar naar daar. En nu onstage zijn. Fantastisch. Ik hou van ons vak. Ik hou echt van ons vak, Elo. Ja. Wees gehoorzaam en ga hier niets vandaan. Voor niets doen, niets, dat is verlaat. Dat is nu te laat. Ga naar je nooit terug, verleden is geweest. Nou, de uitzending is afgelopen en achter ons staan eigenlijk alle prijswinnaars, awardwinnaars die staan. Hebben nog een groepsfoto gemaakt en die staan nu nog interviews te geven. Misschien dat we nog een paar mensen nog eventjes wat dingen kunnen vragen. Ja. Maar wat vond jij van deze uitzending? Ik vond het waanzinnig om mee te maken van de andere kant. Het was een ervaring. Het was, heel eerlijk, ook wel uitputtend. Het is hard werken als pers, hoor. Het is niet makkelijk om als pers jezelf duwen. Ja, het is een beetje naar voren duwen. Ja. Ik vind het moeilijk. We moeten er nog misschien een beetje beter in worden. Maar wat was jouw hoogtepunt? Ja, we hebben dus natuurlijk even heel stiekem meegekeken. We zijn even de zaal binnengesneakt om dus Vianne live te horen zingen tijdens Frozen. Laat het los, laat het gaan. En ja, het spijt me, maar Nederland, zet je schrap, want dit is ongekend. Dit is echt walgelijk goed. En ik spatte uit elkaar. Ik zat echt te trillen en ik zat echt tegen jou aan zo van, oh my god, hoor je dit ook? Voel je dit ook? Wat was jouw hoogtepunt? Ja, Vianne. Heel erg trots. Maar ook Pia en Elisabeth. Oh, kijk eens wie we hier hebben. Onze lieve Jules. Hallo, lieve schat. Van de podcast. Hi, we zitten nu live in de podcast. Hallo, live. Sorry. Hallo, live. Gefeliciteerd met jullie prijs. Ja, amazing, toch? Ja, ik ben zo blij. Ja, het is amazing. Het was sowieso echt geweldig om hier tussen te mogen zitten. En met die mensen genomineerd te zijn. Maar ook gewoon dat we zoveel awards hebben gewonnen. En die categorieën. En heb je meegeteld? Op hoeveel zitten jullie nu? Volgens mij 5 of 6, als ik het goed heb. Oh. Amazing. Ja, ik ben helemaal blij. En zulke mooie speeches ook. En ja, ik vind, mijn avond kan niet meer. En you look stunning! Ja. Eventjes voor de YouTube-kijkers, die kunnen het allemaal mooi zien. Maar Jules draagt echt een
fantastische outfit in het zwart, corset, prachtige broek. Ja, ik heb hem heel voorstelling zo gezeten, zo naar achteren geleund. Maar het was het allemaal waard. Nou ja, gefeliciteerd. Geniet nog van deze avond. Dit is jouw avond. Ja. Nou ja, dat krijg je natuurlijk. Dat je natuurlijk heel veel mensen kent en dat je nog heel veel mensen even hallo moet zeggen en nog even moet nabespreken. Is ook wel leuk, hè? Om het op deze manier dan te doen. Normaal gesproken ben je natuurlijk samen dan ook hier of backstage of op de rode loper. Zo, hey. En nu ineens zien mensen je in een andere rol. En dan komen toch best wel veel mensen naar ons toe. Dus, lieve luisteraars, ook wat we hadden gezegd, kom naar ons toe. Het is gelukkig niet gebeurd dat wij stil en alleen naar koekeloeren. We hebben veel te veel. Waarschijnlijk duurt deze aflevering heel erg lang. Ja. Excuus daarvoor. Op de achtergrond staat hier de cast van De Tocht. Die hebben de publieksprijs, de Vriendenloterij publieksprijs, beste grote musical gevonden. Of gewoon beste grote musical gewonnen. Fantastisch ook. Al die Friezen hebben allemaal flink zitten stemmen. Ja, het is voor ons. Wil je Fries gaan praten? Ja, ik kan het helemaal niet, joh. Het was voor ons een hele bijzondere gewaarwording op zo'n event te zijn. Maar ik vind het wel weer heel erg mooi dat musical wel weer mooi gevierd is op zo'n avond. Absoluut, absoluut. Dit was echt weer een viering van het vak. Albert Vlinder zei het ook al op de Rode Loper. Het is heel mooi dat we met elkaar zijn om het vak te vieren. En dit moet nooit stoppen. Dus laten we hiermee doorgaan. Ja, we moeten gewoon doorgaan. En het is ook ons, de reden dat we hier mede ook zijn, is dat we natuurlijk hopen dat misschien iemand van de productie van de Musical Awards. Kijk, het staat gewoon superleuk. Als wij volgend jaar hier op het podium komen en dan zeggen: goedenavond allemaal. Wij zijn Elindo Vastia en Diego Staatsklaar van de Vox Podcast. En wij de musical podcast. Onmisbaar. En wij reiken dit jaar een prijs uit. We zien hier iemand van de productie. Hallo, iemand van de productie. Dit is Marijke van de productie. Hallo, daar gaan we vast ook nog wel een keer een aflevering mee maken. De Marijke, hardwerkende vrouw van vanavond. 100%, 100%. Fantastisch gedaan. Oh, en hier hebben we daar. Kijk nou eens met de fantastische prijs. Brigitte Heidse, winnares van de Connie Stewart. Het is een lange prijs. De Connie Stewart Musical Award voor beste vrouwelijke hoofdrol. Got it. Ja. Yeah. Hoe voelt dat? Het staat er nog niet op. Nee, dat staat er nog niet. Komt daarna later. Komt dat erop. Dat weten mensen thuis eigenlijk ook niet. Hè? Je krijgt nog een juryrapport thuis. En je krijgt nog een plaatje wat je erop kan plakken. En die moet je er zelf op plakken? Ja. Ik dacht dat je hem weer in moest leveren en dat je hem dan compleet weer terug. Nee, je krijgt er eentje met de post. Ja. Kijk, dat vind ik nou mooi. Vorig jaar zei je ook dat hij zo licht was, omdat ze natuurlijk van... Is hij nog steeds licht? Of is hij... Ja, nu is hij nog steeds licht. Maar hoe voelt het hij nou? Hij is heel duurzaam. Hij is dus heel dat duurzaam. Is dat is ook heel erg mooi. Ja, en, maar het is een mooi beeld, toch? Nou ja, en we zijn aan het begin van deze aflevering. Toen zei je al van, ik zit 20 jaar in het vak. En dan nu en nu heb je hem dus. Ja, het is echt mooi. Het is echt een, het is echt gewoon een bekroning. Ik zei ook net, dus ik was ook een beetje emotioneel. Omdat ik gewoon denk, we werken ook zo hard. Iedereen werkt zo hard. En we toeren echt al vanaf vorig jaar. Hoe lang toeren we al? Lang. Ja, heel lang. En het vraagt dan gewoon best wel wat effort soms om... je moet het maar weer fris. En die mensen komen voor de eerste keer. Dus je bent het aan hun verplicht om weer helemaal aan te staan. En dat gaat niet altijd vanzelf. En ik ben gewoon... Dan denk ik, wat heerlijk dat je dan, een beetje een soort cadeau is dit. Ja, dat het gezien wordt dat we heel hard ons best doen. Ja, op naar de volgende 20 jaar. Ja, ik dacht op naar de volgende award. Die ook, die gaan dan zeker ook denk ik komen. Ik ben met de niet, hè? Ik ben nou op dreef. Ja. Ik wil nou gewoon de hele vensterbank. Helemaal vol. Hoeveel heb je er eigenlijk? 4. Dit is de 4e. Ja. Op 20 jaar. Dus het is 5. Eentje per 5 jaar. Nou, dat is toch heel mooi. Dat is echt mooi. Maar dat is niet asociaal. Nee, nog niet. Nee, dat vind ik. Ik ga eens research doen welke... Ik denk dat Chantal Chantal of Simone hebben denk ik de allermeeste award. Ik ga eens research. Ik zou best goed kunnen. Ik ga eens research doen. En dan ga ik jou dat laten weten. Jij krijgt dat te weten in welke ranking jij staat in de meeste musical awards van Nederland. Oh ja. Nou, misschien sta je wel bovenaan. Je moet gewoon ook mooie kansen blijven krijgen. Want dat is het natuurlijk ook. Je moet jezelf iedere keer kunnen blijven ontwikkelen. Je moet nieuwe dingen kunnen laten zien. En ja. Dus als je die kansen krijgt, moet je ze pakken. En jij hebt ze gepakt, Brigitte. Het is je echt enorm gegund. Ga hiervan na genieten. Dankjewel. Geniet van deze avond. Dankjewel. Ja, goed gezelschap. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, kijk, had ik maar geld ingezet, dan had ik nou heel veel gewonnen. Had ik maar geld ingezet voor mijn wedje. Nou, ik zal je vertellen. Maar jullie hebben gewonnen. Oh, je hebt... Ik heb er geld. Ja. 62% heeft op jullie gestemd. Hoe voelen jullie je?
Ja, het is ongelooflijk. Ik zei het daarnet al, een prijs winnen is sowieso heel leuk. Maar een prijs, dankzij de mensen die gestemd hebben en de mensen die zijn komen kijken, dat is een extra bekroning op je werk, omdat je het voor die mensen doet. En we spelen nog tot 16 juni, dus keiveel mensen die kunnen nog komen kijken en het is echt waanzinnig. Het is echt waanzinnig. En ik moet ook zeggen, Peter, je was natuurlijk een beetje emotioneel. Ik kan me heel goed voorstellen dat het voor jou ook een soort van full circle moment is geweest. Ik bedoel, jij bent natuurlijk onderdeel geweest van de eerste versie. En dan nu in een prachtige andere rol die ook weer een soort van full circle moment is met je eigen zoon. Dan word je emotioneel. Ja, het is een sprookje. Hè? Ja. Nee, het is echt heel emotioneel. Ik moet mezelf soms een beetje zo... Stak ik hier recht? Wat is dat hier allemaal? Zijn jullie... Allee, ja, het is wonderbaarlijk fantastisch. Ja, hoe gaat het nou in de komende maanden dat jullie nog op het toneel gaan staan? Want jullie nemen nu mee naar huis, wil ik zeggen, naar het bos. Hoe gaat het nu verder? Kunnen we hem in het decor zetten, onze trofee? In de herberg. In de herberg. Dat is leuk. Kijk. Dat is leuk. Ik heb hier eventjes, ik wil niet zeggen, maar ik heb een klein beetje een idee geplukt. Neem het. Maar jullie gaan nog tot en met juni gaan jullie nog door. Ja. Door Nederland en nog door België ook nog. Ja, zeker. Absoluut. En ik kan alleen maar zeggen, je moet erheen. Ik heb het nog niet gezien. Wat? Je moet erheen? Ik heb het nog niet gezien. Ik heb het nog niet gezien, maar ik heb een kaartje al. 8 juni ben ik erbij. Ik ben erbij. Apeldoorn, ik ben erbij. Maar ik bedoel, ik vind het... Dat weet zij. Maar ik het is jullie echt enorm gegund. Ik ben echt heel blij dat jullie deze prijs mee naar huis hebben genomen. Ik zeg op nog naar veel meer prachtige shows. Oh. Veel meer prachtige Studio 100 musicals in Nederland. Want dat, ik mag ook zeggen dat dit ook natuurlijk voor Studio 100 zelf een fantastische push is voor... De eerste prijs in Nederland. Ja, waanzin. Dus ik zou zeggen 45 volgend jaar. Bim, 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 bim. Gesloopt maar voldaan lopen wij nu gewoon eventjes het toneel af te slenteren. De confetti-kanonnen die zijn afgegaan. De sneeuwvlokken van Vianney liggen hier nog, van onze Elsa. Maar wat hebben we genoten? Heb jij genoten? Ik heb heel erg genoten, maar ik wil ook graag naar bed nu, want ik moet morgenochtend om 7 uur weer terugrijden naar Stuttgart. Deze musicalster, wou ik zeggen, maar dat mag niet van jou. Musicalartiest gaat morgen gewoon weer naar Duitsland, gaat gewoon weer een fantastische show in Tarzan spelen. Ik ben trots op je, schat. Ik vond het heel leuk om het met jou te mogen doen. Ik had het niet zonder je kunnen doen, want... Hoe leuk is dat wij na zoveel jaar weer even samen real life even een aflevering hebben gemaakt? Hebben wij ooit... Ja, we zijn de eerste seizoen hebben wij samen gemaakt. Dat is ook zo. Hou hem recht. Oh, sorry. Ja. Dus dat was dat vond ik weer erg leuk om dit met jou samen te doen. Absoluut. Dus dit is een hit. Als jullie dit nou ook een hit vonden... Sorry dat ik weer begin te lullen. Het is mooi loos weer begonnen. Als jullie dit nou ook een leuke hit vonden... Laat het dan eventjes weten in de comments. Want dan kunnen we het misschien vaker doen bij premières. Ja. Bij speciale events. Ja. Dan zijn we er gewoon vaker bij, live. Dat lijkt me een hartstikke goed idee, dus laat het ons weten. En laat ons überhaupt ook gewoon vinden wat je vindt. Vinden wat je vindt van de Volkspodcast. Dat kan via onze socials, op onze Instagram, @devolkspodcast. Onze website, want ik heb zojuist gehoord dat we ook een website hebben. Ik wist het niet. En we hebben ook een mailadres, info@devolkspodcast.nl. Fantastisch. Je kan ons allemaal bereiken daar. Volgende week is het weer rust en kalmte, want dan zitten we gewoon weer in ons eigen huis. En hebben we gewoon het normale programma en... Bellen wij hopelijk met een winnaar van de musical. Stel je voor dat gaat lukken. Zou toch leuk zijn? Lieve schatten. Dag! Tot volgende week! Aflevering!